hoogspanningse lijnen zijn mensen die als ze hangen langs de kant van de weg. Die komen ergens naar beneden, daar wordt omgeschakeld. Zo gaat naar de woonwijk, de verdeelstations in met die 10.000 volt waar nu mee bezig zijn. Daar wordt het omgezet naar 230 volt per fase. En zo gaat het bij de mensen in de huisinstallatie in. Spanningsloos. Vandaag gaan we een nieuwe station plaatsen. Die oude die is verouderd. Akkoord, hè? Knipkippen. Ja. Ja. Hij is in twee hoor, hij is door. Hij zegt een goede monteur, ja. Dan wil hij elke keer dingen zelf oppakken en goed met zijn handen werken. En dat vind ik wel tof van hem, ja. Inlagspanningkabel moeten we aansluiten, dat is voor de gebouw hier zo daarnaast. Ja. Dus als jij die even veilig stelt, zoals altijd moet. Veiligheid staat voorop, dus we moeten altijd veilig werken, anders doen we het niet. Controleren of ze nog dicht zijn of veilig zijn. Ja, oké, dat is belangrijk. En elke dag moet je alert zijn op je werk, dat is wel belangrijk. Het leuke is, je bent buiten, je bent bezig, je komt eens ergens. Toch iedere dag is toch net iets anders. Bijvoorbeeld vandaag zijn we hier in Goes bezig. Morgen zijn we in Slagenpolder bezig. De dag daarna weer ergens anders. Je ziet iedere keer een andere locatie. Het is weer een andere kabel, het is weer een andere verbinding. Het is weer een nieuwe aansluiting, nieuw materiaal. En dat vind ik wel leuk. Spanningsloos, spanning en spanningsloos. Dat is goed, dan mag je hem nu aarden. Je kan bij verschillende nutsbedrijven werken. Of bedrijven die echt grote verbruik nodig hebben. Je kan ook bij de aannemerij komen. De kans ligt genoeg. Om een goede monteur te zijn, dan heb je in mijn idee gewoon veel interesse in je werk nodig. Motivatie, je moet ergens tegen kunnen, bijvoorbeeld kou, regen, hitte. Doorzettingsvermogen hebben en gewoon graag willen, plezier hebben in je werk. Nou, eindelijk pauze. Heb je boterham gegeten? Gelukkig maar. Even opwarmen. Ja, heerlijk. Lekker zeg.